Mark van der Linden, wie ben je? Mijn naam is inderdaad Mark van der Linden. Ik ben 53 jaar. Ik ben geboren in Vorden op de Stegen 7. Mijn ouders zijn Hans en Ria van der Linden. Ik heb nog één zus, Ingrid van der Linden. En ik ben al 27 jaar getrouwd met Kitty Kruip. En we hebben samen twee kinderen, Loes en Ruud. Oké, dat is een mooie familie. Ja. Wanneer ben je gaan voetballen als leeftijd? Ik ben in toevallig dat ik dat weet, omdat ik 40 jaar lid ben geweest. In 1975 ben ik begonnen als voetballer bij Vorden. Dus toen was ik 8 jaar. En ik had eerst, net als iedereen, een zwemdiploma gehaald. Maar toen in onze tijd ging je dan ook altijd allemaal op gym, op de gymclub Sparta. Ik vond voetbal toch wel echt het allermooiste wat er was. Dus met 8 jaar mocht je dan lid worden van de voetbalclub. En toen ben ik van Sparta afgegaan en dan ben ik bij VV Vorden gekomen. Welke mini-jaf of F'jes was dat? Ja, dat was toen. Ik kan mij eigenlijk alleen maar herinneren dat ik op hele velden heb gevoetbald. Dus, hele velden? Ja, dus volgens mij waren er geen halve veldjes. Dus wat je bij de E en de F had en nu bij JO 8 en 9 en 10. Dus het enige wat ik wel weet was dat we een pupillenlat hadden. Okay. Dus je moest wel, als de wedstrijd begon, dan lag er achter de goal, over de omheining, lag er altijd een zogenaamde pupillenlat. En dat was gewoon een balk met twee haken eraan. En die hing jij aan de gewone lat. En dat betekende dat je dus iets kleiner goal had. Maar volgens mij was dat, heette dat nog A en B pupillen. Maar ik weet alleen dat ik op een gegeven moment in de D3 kwam. En ik ging vervroegd over. Die jongens hadden wat mensen tekort. Ah, ja. Dus ik denk dat ik toen 10 was, 9 of 10, en toen ging ik naar de D. Oké. Okay. Ja. Wanneer heb je debuut gemaakt in de eerste? In Vorden 1, toen ik 17 jaar was. Dus toen zat ik in de A1. Het eerste jaar in de A speelde ik in de A2. En toen ging ik halverwege het seizoen naar de A1. En in mijn tweede jaar in de A, hè, toen speelde je nog 2 jaar in een jeugdteam. In het tweede jaar zat ik ook in de A1. Dan mocht je af en toe meedoen met het eerste. Tenminste, als je daarvoor gevraagd werd. En ik kan me heugen dat ik wel 1 of 2 keer reserve heb gestaan. Maar dan mocht ik niet invallen. Dat is jammer. Je had maar 2 wissels. En er werd niet veel gewisseld. Er was echt iemand geblesseerd of we stonden achter en dat de trainer dacht van nou alles of niks en even iemand voorin erbij. Maar toen stond ik weer reserve tegen Voorwaarts, mocht ik weer mee, Voorwaarts Twello. Dat was in de hoofdklas GVB. Zo. En toen zei mijn leider van de A1, dat was Henk Stokking, die voetbalde in het eerste. En die liep een keer voor de dugout en die zegt, die jongens van de A met NEM trainen, dan moet je ze ook met laten doen. Ja. En hij niet weet wie mag wisselen, dan haal minder maar uit. Okay. Nou, en toen mocht ik, ik weet nou goed dat we 1-0 voor stonden. Ja. En ik kwam erin en we verloren met 2-1. Oh. Dus dat was niet echt een handige wissel. Ik heb dat seizoen 2 of 3 keer in geval. Ik weet ook dat ik nog door de week een wedstrijd moest spelen tegen Koninklijke UD. En stond ik weer reserve en dan had ik de keeper ingetrapt. En kom ik terug in de kleedkamer en toen zegt de trainer van, moet even iets veranderen, want ik krijg net een telefoontje dat Chris Hissing niet op tijd is. En toen mocht ik meedoen, toen mocht ik in de basis starten. Ah, dat is toch heel mooi als je in de basis gaat. Ja, zeker. Waar stond je toen? Rechtshalf. Ja, op het middenveld. Dat is wel een heel mooie positie. Ja. Sta ik ook in, jongens. Oh, kijk, ja. Ik was in de jeugd inderdaad altijd middenvelder. Hoeveel jaar heb je in het eerste gespeeld bij Vorden? Bij Vorden in totaal 2 periodes. Dus eerst 7 en daarna 5. Dus 12 jaar. Oké. Okay. Ja. Dat is wel redelijk lang. Ja, ik was niet zo'n...
ja, hoe moet ik dat zeggen? Met 32 was het mooi geweest. Dus, maar dan, en toen had ik er dus 12 jaar op zitten. Okay, heb je ook nog wel doelpunt gemaakt in de eerste? Ja. Hoeveel? Zeker. Hoeveel dan? Ja, ik was nog wel van de getalletjes. En ik hield alles bij. Ja? Dus, nee, ik heb 108 doelpunten. 108? Ja. Hou ik gewoon nog bij? Hou ik gewoon bij, ja. Ja, wat was je mooiste doelpunt? Er zit trainer niet bij in, hè? Oh, okay. Nee, alleen competitie. Wat was je mooiste doelpunt? Ja. Wat is je mooiste doelpunt dan? Ja, ik... Eerlijk gezegd vind ik, maar dat vind ik ook met, als ik naar voetbal kijk, dan vind ik echt een kopbal uit de voorzet, dat vind ik altijd een mooi doelpunt. Ja. He, dus zonder dat je dan ook echt een duel moet aangaan of zo, maar echt dat je in komt lopen, je bent helemaal vrij en je krijgt een mooie voorzet die van de goal afdraait. En dan erin kunt koppen. Ja, dat is... Maar ik weet uit mijn hoofd, en ik was helemaal niet zo, ik had helemaal niet een goed schot. Ik was niet iemand die makkelijk van afstand scoorde. Maar in mijn eerste jaar moesten we uit naar Pannerden, RKPC. En wonnen we, of speelden we gelijk 1-1. We stonden 1-0 achter en een paar minuten voor tijd. Ik speelde op middenveld en schoot ik hem. Nou ja, goed. Het wordt elk jaar wordt het meer meters. Hè. Hoe langer het is geleden. Maar ik denk wel echt van 25 meter schoot ik hem precies in de kruising. Precies. Nou, en dat kan ik me herinneren, omdat ik zulke doelpunten nooit maakte. Nee. Ja. Waarom ben je naar Bikwik gegaan? Ja, dat is een leuke vraag, Jon. Ja, zeker. Ja. Het kwam eigenlijk omdat ik... Ik was dan 23, 24 en ik had ik had 7 jaar dan in het eerst gespeeld. Maar in het jaar voordat ik naar Bikwik ging, werd ik uitgenodigd voor een streekteam. Dat was nog elk jaar. Dan werd de PV Janssens ziekenhuis, werd er een wedstrijd gespeeld in Almen. Tegen Coët met een streekteam en de opbrengst was voor het PW Janssen ziekenhuis. Daar werd ik voor uitgenodigd en daar was Han Pierik was daar de trainer. En die trainde op dat moment Almen, maar die ging het jaar erop werd die trainer bij Bikwik. Hij had wel fijn met mij gewerkt. We hadden een paar keer getraind en met dat streekteam een oefenpotje gedaan en daarna tegen Coët gespeeld. En blijkbaar had hij mij onthouden. Die werd trainer van Bikwik en toen heeft hij mij gebeld of ik een keer op gesprek wou. Dat stond mij wel aan en dat kwam ook een beetje, omdat we ook wel een beetje een rotseizoen hadden met Vorden. Dus we waren gepromoveerd met Vorden naar de vierde klas, maar in dat jaar gingen we er ook eigenlijk direct weer uit. We hebben 3 trainers gehad in dat seizoen. Het liep allemaal niet echt lekker en ik had echt iets van, nou, misschien toch een keer goed en leuk om een stapje hoger te proberen. Maar wat voel je toen? Je verlaat een mooie club, club en je gaat naar een nieuwe club. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet nog goed dat wij aan het eind van het seizoen gingen wij een weekendje weg naar Valkenburg met het eerste. Dus dat was mijn laatste moment met het eerste. En toen zaten we toen hebben we op zaterdag meegedaan met een vriendschappelijk toernooitje. En toen zaten we met z'n allen na dat toernooi gezellig een biertje te drinken en een patatje te eten. Het was natuurlijk lach, gieren, brullen, want dat is altijd bij Vorden. En toen merkte ik aan mezelf dat ik dacht van shit, dit ga ik wel allemaal missen. Ja. En ik heb het heel erg naar de zin gehad bij Bikwik. Ik heb 3 hartstikke mooie jaren gehad. Voetballend en ook sociaal wel. Want ik heb nooit zoveel moeite om aan te passen. Ik vind het altijd wel leuk om met verschillende mensen om te gaan. Maar het is nooit geweest zoals ik bij Vorden contact had met de jongens in het elftal. Dat was toch wel... Ja, toen voelde ik het wel. Dat ik denk, dat ga ik wel missen. Ja. Maar goed, dat is ook de reden geweest waarom ik na 3 jaar heb gezegd van nou, dan ga ik weer terug. Ja, wanneer ging je terug dan? Op welke leeftijd? Toen was ik 28, 27. Ja, 27. Oké. Okay. Ja. Wat is je mooiste wedstrijd? Je mag kiezen, bij Vorden of bij Bikwik. Ja, of vriendschappelijk. Ja. Nee, ik heb...
dat vond ik wel een leuke wedstrijd. Maar de mooiste, de leukste wedstrijden en degene die je onthoudt is altijd belangrijke wedstrijden. Okay. He, dus beslissingswedstrijden. Dat vond ik leuk. Maar ik heb ook een keer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Feyenoord. Maar dat was wel heel erg leuk, want dat was Vorre tegen Feyenoord. En ik speelde toen bij Bekwik. Dus eigenlijk zou ik niet mee kunnen doen. Maar toen hebben ze besloten om de eerste helft Vorre te laten spelen en de tweede helft streekteam. En toen hadden ze mij uitgenodigd. Vonden ze wel leuk, omdat ik dan uit Vorre kwam natuurlijk. En dat was ook wel een hele leuke ervaring. Het was een leuke wedstrijd en nog een doelpunt gemaakt. Het leuke was natuurlijk 3,5 of 4.000 toeschouwers en allemaal bekende tegenstanders. En dat je dan ook weer met de jongens van Vorre hebt gespeeld en getraind. Dat was leuk. Maar ik zeg altijd, de mooiste wedstrijd is altijd je laatste wedstrijd. Hè? Ja. Want ik was knettergek van voetbal. En elke zondag had ik zin in een wedstrijd. Dus ik had niet van, goh, de ene vind ik mooier dan de ander. Maar de laatste wedstrijd die ik heb gespeeld was wel, bij Vorre 1 was de beslissingswedstrijd om degradatie. Ja. En die wonnen we gelukkig. Oh, dat is mooi. En dan onthoud je die altijd wel, zeg maar. Dat was tegen ABS in Laren op een neutraal veld. Ja. Oké, wat is je beste trainer? Beste trainer? Ja. Ik heb met Peter Janssen fijn gewerkt. Dat vond ik vooral in die tijd. In de jeugd heb ik Hans Lensling als trainer gekregen. En ik vertelde je net dat ik was niet zo'n talent. En vooral met mijn lichaam. Ik groeide heel hard. En toen kwam ik in de A2. Maar toen werd Hans Lensling halverwege het seizoen werd trainer bij de A. En die heeft mij toen uit de A2 naar A1 gehaald. En die heeft mij heel veel vertrouwen gegeven. En het klikte gewoon. Maar dat heb je op dat moment niet in de gaten. Want ik vond iedere trainer prima. Ik was gewoon gek van voetbal. En ik ging gewoon lekker trainen en wedstrijden. Maar achteraf denk ik wel eens van, ja, dat is wel, ja, dat is voor mij wel een mooi moment geweest. Dat hij nou net op dat moment trainer werd. Daar heb ik prettig mee gewerkt. Ja? Ja. Heb je een goede band gehad met een trainer? Ja, ik ben niet zoals als jouw oom. Die zei nee, geloof ik, hè? Niet altijd met alle trainers een goede band gehad. Ja, ik denk van wel. Ik heb niet zo veel moeite. Nee. Ik denk dat ik ook wel een makkelijk persoon ben geweest voor trainers. Ik had wel een mening. En ik had ook zeker in de wedstrijd was ik geen makkelijke jongen in het veld. Oh. Dus daarom denk ik dat trainers wel eens in de wedstrijd wel eens hebben gedacht van, nou, eventjes niet met die Van der Linden. Maar gewoon in de omgang en met trainen. Ja, volgens mij ging dat allemaal wel goed. Ja? Ja. Wat is je favoriete positie? Ja, dan zou je zeggen spits. Want dat heb ik, maar dat ben ik geworden. Eigenlijk, ik was gewoon altijd middenvelder. En dat vind ik eigenlijk nog wel de mooiste positie. Alleen dat was wel, toen werd er wel iets anders gevoetbald als nu. Okay. Als ik eerlijk ben, maar dat vind ik in het algemeen, is het eerste elftal wat bijvoorbeeld van Vorden nu speelt, dat is toch echt wel een hoger niveau. Ik zou toen ook niet op het middenveld kunnen spelen van Vorden nu. Maar toen was het ook nog een beetje, en dan had je als mid-mid, speelde je een beetje teruggetrokken. Een beetje, zeg maar net achter de twee halfspelers. En dat vond ik in de jeugd, in mijn eerste jaar, het eerste, vond ik dat wel een leuke plek. Maar goed, toen het tweede jaar dat ik in het eerste zat, werd ik spits gemaakt. De spits was geblesseerd, de Leo Stokkers. Die was er langdurig uit en de trainer had wat geprobeerd met andere spelers, maar dat ging niet helemaal goed. En toen vroeg hij, dus hij zette mij gewoon in de spits. En ik had geluk dat ik
direct een penalty maakte. En ik kon natuurlijk, met mijn hoofd was altijd wel makkelijk. Ik kreeg altijd wel een keer een corner op vrije trap. Dus toen gingen de eerste wedstrijden, gingen er meteen een paar in. En toen, toen ben ik spits gebleven. Dat is maar mooi. Als ik eerlijk ben, vind ik mid of laatste man eigenlijk mooiere posities. Ja? Ja. Hoeveel rode kaarten heb je gehad? Ja. Ja. Ik zei net dat ik van de cijfertjes was en dat ik alles bijhield. Maar scheidsrechters en kaarten, daar heb ik niet zoveel van onthouden. Nou, wij hadden geen kaarten, hè, vroeger. Wat je dan? Vroeger, dat klinkt ook heel oud. Ja. Maar nee, volgens mij zijn kaarten in het amateurvoetbal, dat is ingevoerd begin jaren 90 en midden de jaren 90. En daarvoor had je boekingen. Oh ja. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, als je dat vergelijkt, dan je moest wel echt iemand helemaal door midden schoppen. Zo. Om een boeking te krijgen, of je moest een grote mond hebben tegen de scheidsrechter. En als je 3 boekingen had in een seizoen, dan was je een wedstrijd geschorst. 3. Nou ja, en dat overkwam bijna nooit iemand. Je kon er wel uitgestuurd worden. Moest je bij douchen? Ja, maar dan was je er ook meteen uit. Nou ja, en toen midden jaren 90 kwam de gele kaart en rode kaart. Nou ja, toen kreeg je natuurlijk wel eerder een gele kaart. Nee, dan als je iemand neerhaalde of commentaar gaf. Of, maar een echte rode kaart. Ik heb 2 keer geel gehad tegen de Hoven, dat kan ik me wel herinneren. Oh. En direct rood heb ik 1 keer gehad en dat was in Heten. Okay. Maar dat was dezelfde wedstrijd als Benny Wenting ook al heeft genoemd in jouw interview. Ja. Toen gingen we met 3 man van het veld af. Och, en wie waren dat? In het plakboek staat ook Vorden ziet rood in Heten. Ja. En, maar dat was Benny, Dennis en ondergetekende. Dus dat zijn 3 bekende namen voor jou. Ja, zeker. Ja. Wat is je favoriete elftal? Voor in profvoetbal bedoel je? Ja. Als ik heel eerlijk ben, voor de 1. Voor de 1. Ja. Ja, maar ik bedoel... Maar jij bedoelt natuurlijk in het betaalde voetbal. Ja. Nou, ja, doel, ik was van kind af aan altijd voor Ajax. Ja. Dat was mijn vader ook en ik denk dat een beetje zo gekomen is. En en ik was echt wel gek voor Ajax. Ja. Maar eerlijk gezegd ben ik de laatste 15, 20 jaar vind ik het gewoon leuk. Vooral Europa Cup. Ja. Daar ben ik altijd gek van geweest. En dan ben ik ook echt voor Ajax. Maar dan ben ik ook voor alle andere Nederlandse clubs. Maar in de Eredivisie. Ik heb altijd liever dat het spannend blijft dan dat ik specifiek voor 1 club ben. Okay. Maar ik ben wel echt voor Nederlands elftal. Ja. Ja, Oranje, daar ben ik echt... Dan schreeuw ik ook echt als er gescoord wordt. Maar voor de rest ben ik vooral liefhebber van het spel. Ja. Wat is jouw favoriete opstelling van Vorden, waar jij toen had gezeten, niet als nu, maar toen? Toen? Ja. Oh. Was dat een moeilijke vraag? Ja, vind ik een beetje moeilijk, omdat je dan mensen gaat vergeten. En daarom ben ik ook helemaal geen goede trainer, want ik wil eigenlijk niemand reserve zetten. Nee, ja. Nee, maar ik heb wel... Eigenlijk is de combinatie, voordat ik naar Bekwik ging, speelde ik met Benny Wenting, met Wim Harms, met Harry Kleinbrinken, André van der Vlekkert. En toen hadden we een aantal jonge jongens, Peter Hoeves, Frank Rauwenhaus, Bert Huting. En daar heb ik hartstikke leuke tijd gehad. En hebben we ook een mooi jaar gehad, zijn we gepromoveerd toen naar de 4e klas. En toen ik terugkwam van Bekwik, ja, toen hadden we in 1 keer nog steeds jongens als Peter Hoeves en Kleine Jan en Frank. Maar er kwamen ook allemaal jonge jongens door. En dat was dus Dennis Wenting, Rob Enzering, Hugo van Ditshuizen, René Nijenhuis. Ja, dat was ook weer hartstikke leuk. Ja, was goed. Ja. Ja, ik heb dan bij Bekwik ook nog gespeeld. Nou ja, daar had ik bijvoorbeeld een Stefan Jansen. He, die is nog later naar Babri gegaan. Maar wat ik ook echt een hele goede voetballer vond, was Pieter Woltman. Dat is ook iemand die eigenlijk alle onderdelen van het spel beheerste. En als je dat dan vergelijkt, dan denk ik, dan hadden we bij Vorden ook echt
een aantal hele goede voetballers. Peter Hoevers was echt een, nou, die heeft ook niet voor niks bij de Graafschap gespeeld. Oh. Maar die was eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje raar, maar die was een beetje te sociaal, een beetje te lief. En wat op zich een hele goede eigenschap is, maar in profvoetbal moet je een beetje, ja, egoïstisch zijn. Een beetje klootzak af en toe. Ja. Maar bedoel ik niet verkeerd dat woord, maar... maar Peter was echt gewoon voor Vorden, ja, echt een hele goede voetballer. En dat geldt eigenlijk ook voor Rob en Dennis. Dus Rob Enzering en Dennis Wenting waren ook gewoon... En dat blijkt ook wel, Dennis die heeft ook nog bij Longra gespeeld. Ja. En Rob heeft altijd in de jeugd in allerlei vertegenwoordiger teams gespeeld. Dus ja, dat zegt genoeg. Wat dat betreft is dat wel mooi dat je... Maar dat is ook allemaal achteraf dat ik dat pas besef. Op het moment dat je aan het voetballen bent, denk je daar allemaal niet bij na. Maar nu vraag je mij het en dan denk ik, ja, Rob, Dennis, Peter, daar waren wel echt hele goede voetballers bij voor. Ja. Hoe lang wil je nog bij het bestuur doen en wat voor functies heb je daarbij? Gaan we even van het voetbal naar de bestuurskamer, hè? Ja. Oh. Zeker. Keurig. Goede vraag. Ik ben al in bestuur gekomen in 2003, dus dat is best wel, toen was ik jeugdvoorzitter en dat heb ik tot 2010 gedaan of 2011, ik weet niet precies. En toen heb ik nog een paar jaar, ben ik bestuurslid voetbalzaken geweest. Nou ja, dan doe je een beetje de trainers en het voetbalbeleid en vanaf 2015... Nee, 2016 ben ik voorzitter geworden. Ja. Toen stopte William na 9 jaar. En toen vroegen ze of ik dat over wou nemen. Maar dat is ook niet heel lang. Nee. Nou ja, ik vind dat nog wel... Volgend jaar ben ik dus dan 6 jaar. Dan 6 jaar? Dan ben ik voor mijn 6e jaar. Volgend jaar, 2021. Nou, ben ik dan toch in 2015? Ja goed, ik weet niet precies. Maar in ieder geval volgend jaar ben ik aftredend. En dan met de ledenvergadering in juni. En dan hoop ik dat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen. En wie hoop je? Of wie denk je? Nee, dat A, zijn we er ook nog niet mee bezig. En B, is dat ook iets voor... En dat zullen ze dadelijk 2-3 mensen gaan doen om een opvolger te zoeken. En dat daar ga ik mij niet mee bemoeien. Oké, nee, dat is goed. Moet je zelf weten. Ja, nee, maar dat hoort ook niet zo. Dat doe je ook niet. Maar hoe lang wil je dan voetballen in verloosjesdas? Bij verloosjesdas? Ja. Ja, heel lang. Ja? Maar ja, het wordt met de week moeilijker. Ja? Ja. Wat dan? Nee hoor. Nee, ik zou het leuk vinden als we dat... Ik bekijk... elk seizoen begin je weer dat je denkt van nou... Laten we eens kijken hoe het dit jaar gaat. Maar goed, het wordt allemaal wel wat lastiger met de rug en met de geklungel allemaal. Ja. Maar aan de andere kant ben ik hartstikke blij dat het lukt. Want er zijn er heel veel... plezier. Ja, maar er zijn er ook heel veel wie... voetbal is wat dat betreft toch wel echt een rotspot. Ja. En er zijn heel veel jongens die wel willen, maar niet meer kunnen. En met knieën of enkels. Dus ik ben hartstikke blij dat ik vrijdagavond af en toe een potje mag voetballen. Dan laat ik me gewoon wat vaker wisselen. Ja. Dus dan houden we het nog wel een paar jaar vol, hopelijk. Ja. Ga je dit jaar kampioen of vind je dat... Met verloosjesdas? Ja, bij verloosjesdas. Nou ja, dat is op zich altijd een beetje lastig. Want elk jaar krijgen we weer nieuwe teams in de klasse. Want er zijn dan weer een paar van die jonge gasten van 22, 23... die elkaar met een paar biertjes op zeggen... Oh, gaan volgend jaar mooie zaalvoetballen en leuk team en mooie shirtjes. En dan kom je in één keer weer in een sporthal en dan kennen ze alleen Ruud en Loes. Maar papa van der Linden hebben ze nog nooit van gehoord. Ja. En ja, dan moet je weer tegen van die jonge jongens. Ja, dan wordt het wel, dan kan het wel eens lastig worden om kampioen te worden. Ja. Dus wij hopen in ieder geval dat we er meer winnen dan verliezen. En dat we... veel doelpunten maken. Ja. Ga je ook zeker doelpunt maken? Het lukt me tot nu toe altijd nog wel om
En minstens eentje per seizoen te maken. Dus, ah, gewoon voorin staan, dan krijg je de bal een keer naar voren. Dan, dat bedoel ik. Hè? Even een keer uit de heupen en dan slepen we hem de langers en dan is het seizoen weer geslaagd. Gaan de hele tribune los, hoop ik voor. Ja. Nee, volle bak altijd bij ons. Ja, zeker. Ja.